Hey allemaal, welkom bij deze extra video die helemaal in het teken staat van Unwrappen en UV's in Maya. Unwrap is een van de moeilijkste dingen die we in 3D doen. En het is essentieel voordat we textures gaan maken en richting game engines gaan zoals Unity. Zodat ook alles geoptimaliseerd en goed werkt. Unwrappen is de stap die moet gebeuren voordat we aan die textures beginnen. Dus het komt ook redelijk vlot in je proces voor. En om jullie nog even op weg te helpen met welke UV-technieken er zijn en hoe je dat kan toepassen, ga ik een paar objecten langzamerhand unwrappen en ga ik elke tool gebruiken die erin zit. En dan kun je op eigen inzicht kijken welke voor jou het best werkt. Even kort door de bocht. We hebben, als we hem op de UV editing mode zetten in de workspace. Dan krijgen we onze UV editing scherm erbij. En we kunnen eventueel ook de UV editor hierbovenin kunnen we openen. Dan popt die op in een losse window. Ik heb hier links mijn cube. En als ik mijn cube selecteer, dan is dit onze UV editor. Wat je hier ziet is een heel raster. Het gaat van 0 naar 1 en hoger tot infinity. En van 0 naar 1 en hoger over de y-as ook, x en y-as. En eigenlijk wat dit scherm is een soort van uitsnede van de kubus. Dus als je een kubus in papier gaat vouwen, dan maak je er een uitsnede van zoals dit. En dan kun je al die randjes aan elkaar plakken en dan kun je er een 3D kubus van maken. Dus waar je in met papier het zou vouwen van 2D naar 3D, gaan wij ervoor zorgen dat ons 3D-object naar 2D gaat, zodat we er dadelijk ook textures op kunnen tekenen of hem in Substance kunnen halen. In dit grijze vak van 0 tot 1 en van 0 tot 1 is onze actieve area. Elke texture zou in principe binnen dit vak moeten passen. Zolang wij unieke models maken die alle hun eigen texture krijgen, moeten we er dus voor zorgen dat dit vak zoveel mogelijk gevuld is en zo min mogelijk ruimte overblijft. Dus in dit geval is, ik zal even de face selecteren, zijn dit alle faces van onze kubus. Dus je ziet als ik hier de bovenste links selecteer, dan is dat die. Dat is de voorste, rechtse, automatisch de linkse, achterste en onderste. Dit is natuurlijk niet optimaal, want ik heb een hele hoop ruimte over. En dat is natuurlijk zonde. Dus de meer textures we nodig hebben, des te zwaarder de game wordt. Daarbij komt nog eens dat we de teksten moeten gaan tekenen op een vierkante resolutie, dus zeg 1024x1024 of 2048, of misschien zelfs een heel stuk kleiner. En des te minder je de ruimte benut, des te minder pixels je hebt om de teksten te maken, dus des te meer blurry die wordt. Zet je vroeger op de Nintendo 64 bijvoorbeeld teksten van 128x128 pixels, en nu hebben we games met zelfs 4K textures. Waar je genoeg ruimte hebt om detail in te gooien. Echter is het wel de vuistregel dat we deze ruimte zo goed mogelijk benutten. De reden dat dit patroon zich herhaalt, is omdat er zoiets bestaat als tileable textures. Daar ga ik op zich niet in deze video verder op door. Maar kort door de bocht betekent dat als je bijvoorbeeld gras tekent, dat het gras zich ook hier herhaalt en daar herhaalt en aan dat vak herhaalt. En dat je eigenlijk de UV gewoon groter kan maken, zodat het patroon zich meer herhaalt. Dat kan ook gebeuren doordat die tiles alleen van links naar rechts, of alleen van boven naar beneden. En dat noemen we trim sheets. Over textures maken komt in de toekomst waarschijnlijk nog een geheel eigen video. Voor nu terug naar de UV's. In principe is onze kubus unwrapped. Elk vlakje, elke poly, elke face heeft een eigen plek op de UV. Dus in principe zou je dit in Photoshop kunnen laden en een texture op kunnen tekenen. Echter is het niet heel erg geoptimaliseerd. Dus wat we eigenlijk bijna altijd willen doen is onze meshes zelf unwrappen. Dit doen we door hierboven in UV één van deze methodes te gebruiken om te gaan unwrappen. Dus we hebben er een paar: automatic, mesh plane, camera based, contour stretch, normal based, cylindrical planners, spherical, het zijn er een hele hoop. Degene die we eigenlijk meestal gebruiken is automatic als we heel gauw resultaat willen. Dan denkt Maya na over waar je dingetjes uit elkaar wil trekken.
Alleen dat is vaak niet echt optimaal. Voor een kubus zoals deze, als ik erop klik, haalt hij gewoon elke face los. En in dit geval is dat prima. Dus een automatic unwrap kan in sommige gevallen uitstekend werken. We houden er nog wat ruimte over, maar in dit geval met de shape van kubus is dit ja, een beetje het maximale wat we krijgen. Moet alleen even checken, ik weet zo niet per se wat de boven- of de onderkant is. Dus als ik deze edge selecteer, dat zit in die face, is dit de bovenkant, dus volgens mij zitten ze goed om. Het is handig dat je altijd kan zien wat wat is direct in de unwrap. Maar dat is basically automatic. Die fixt gewoon, die haalt alles los zo goed als dat die kan. En that's it. Best plane gebruik ik vrijwel nooit. Camera-based daarentegen gebruik ik heel vaak. Ik zal er eens even op klikken. Mijn camera staat zo gericht op de kubus. Als ik op camera-based doe, projecteert die gewoon die vies plat. In dit geval is het een beetje omslachtig. Want hey, de achterste en voorste face liggen over elkaar heen en alles overlapt. En ik kan daar nu niet goed op tekenen. Want als ik hier wat ga tekenen in het midden, dan heb ik alle polletjes een stukje van dat tekeningetje. Omdat het helemaal over elkaar heen zit. Maar er zijn use cases dat de camera-based ontzettend goed kan werken. Die laat ik zo meteen natuurlijk ook gewoon zien hoe ik die doe. Normal-based gebruik ik ook meestal niet. Cylindrical wel, want alles wat een cilinder heeft, werkt goed. Je krijgt een heel mechanisme hier in beeld. Maar in principe, zoals je ziet, hij projecteert een soort van met de donkere lijntjes een cilinder. Ik kan met de rode gordijntjes die cilinder helemaal dicht trekken. En als ik hier kijk naar mijn UV's, en ik scale hem iets kleiner, dan kun je dus zien dat hij helemaal rondom, in een cilindervorm, alles naast elkaar heeft gelegd. Dus voor een cilinder is dat natuurlijk super handig. Het enige wat nu blijkt is dat mijn boven- en mijn onderkant niet zijn unwrapped. Dus die zou ik dan bijvoorbeeld los met automatic kunnen doen. En dan kunnen scalen. Dus nu heb ik de onderkant aan de onderkant. Bovenkant aan de bovenkant. En dan de zijkant unwrapped, en ze zouden vierkant moeten zijn. Dan blijven ze heel mooi aan elkaar zitten met de cylindrical unwrap. Voor deze kubus is dat niet zo heel handig, maar in principe voor een handvat van een bel, of voor een paal, of een lantaarnpaal, is het super handig dat je dat allemaal aan elkaar vast hebt. Dan kun je één meute doortekenen. Een spherical unwrap doet eigenlijk hetzelfde, maar dan eigenlijk voor een sphere shape. Dus ook hier heb ik die rode gordijntjes weer. Ik kan hier ook de blauwe even de groene nog dicht doen, zodat die helemaal rond is. Die doet in dit geval dus exact hetzelfde, omdat het niet helemaal rond is. Maar mocht je een sfeer moeten unwrappen, is dat handiger. Dan hebben we nog één andere methode, en dat is met de hand de UV's gaan maken. Je ziet hier op onze kubus dat elk lijntje is blauw. Links zie je hetzelfde. Blauw wil zeggen dat de lijntjes aan elkaar zitten. Wat je kan doen, is per edge, kun je hier rechts in je UV toolkit, kun je edges losknippen. Dus in dit geval druk ik op cut. Als ik cut. Pardon. Dat zou je net zien. Hij wil niet cutten. There we go. Ik moest hem even selecteren met de Move tool. Je ziet dus nu dat deze twee lijntjes wit zijn geworden. Dat betekent dat ik hem daar los heb geknipt. Selecteer ik deze face en ik begin hem te moven. Dan zie je dus dat hij over deze twee edges niet meer vast zit. Zo zou ik dus handmatig deze vier edges kunnen cutten. Zodat ik deze face los kan trekken. Nou, dat is over het algemeen natuurlijk een hele hoop werk. Dus dat ligt eraan, voor sommige dingen zullen we dit wel willen doen, en voor sommige dingen weer niet. Stel voor, ik maak hier drie cuts, dan hebben we ook nog een methode om de faces te selecteren en op een fold te drukken. Dan gaat hij dus aan de hand waar wij die lijntjes hebben getrokken, ik zal hem even iets kleiner schelen. Dus de witte edges, die hebben wij net een cut gemaakt, deze drie.
En daar heeft hij hem een soort van opengetrokken. Dus nu heeft hij de kubus binnenste buiten getrokken. En dan hebben we één grote shape om onze texture op te maken. Niet heel ideaal voor de kubus, want het zijn eigenlijk allemaal vierkanten en nu is die heel raar gevormd. Dus dan moet je in een hoek gaan tekenen om de hele goede dingen erop te krijgen. Maar in organische objecten of bijvoorbeeld gezicht van een character, is dit de manier waarop je het doet. Je maakt een cut over een lijn waar je hem open wil snijden. En je drukt dan op een fold om hem plat te krijgen. Dat is een soort van kort de theorie van deze kubussen. Dus ik heb hier een aantal objecten. En die ga ik nu stuk voor stuk ga ik die unwrap in deze video. En in de timestamps kun je natuurlijk heel mooi zien welke tool ik daarvoor gebruik. Maar in principe wordt dit een mengelmoes van alles. Dus ga vooral even in de gaten houden wat we komen. We gaan een kubus doen, een cilinder. Een cilinder met extrude strop. En een heel cru vliegtuigje. Een barrel op zowel deze methode als de cylindrical unwrap. En we hebben een schild die iets gecompliceerder is, waar ik meerdere technieken bij elkaar gebruik. Dus laten we vooral gewoon eerst beginnen met deze kubus. In dit geval was het meest handige om hem op de automatic manier te unwrappen. En zorgen dat ik hier alles netjes uitlijn. Het enige wat ik hier graag wil checken verder nog, is de onderkant echt de onderkant. Zo te zien zijn alle oranje lijntjes aan de onderkant. Dus alle faces staan er recht op, zeg maar. Bovenkant, onderkant, bovenkant, onderkant. Dat is handig. Als ik ga tekenen in Photoshop of Substance Inga, kan ik meteen zien wat waar hoort. In het geval van onze lieve vriend Kubus, hebben we wat ruimte over op onze UV's. Dat is in principe niet zo heel erg in dit geval, want we kunnen hier misschien nog wel een ander object opleggen. Stel voor je hebt twee kubussen. Dat is trouwens ook een trucje. Heb je iets gemaakt wat al unwrapped is, dan kun je hem daarna duplicaten en dan hebben ze exact dezelfde UV's. Dan liggen ze over elkaar heen. Dat is chill, want dan hoef ik maar één keer te unwrappen. Stel voor, ik pak deze 6, ik schuif die een stukje opzij. Selecteer de kubus met shift erbij. Hup. Nu heb ik er 2 op mijn sheet. Ik heb nog steeds wat ruimte over. En zo kun je elke keer dingen bij elkaar blijven leggen. Maar nu is dus het mooie dat, dan nog, dat je zo door kan blijven gaan tot je precies ruimte hebt opgenomen. Dus ik zou ook kunnen zeggen van hey, deze kubus is misschien kleiner en heeft minder texture space nodig. Dat ik die UV's dus ook kleiner maak. Dus zo ga je spelen tot je alles vol hebt. Als ik ze dan los selecteer, dan zie ik met deze kubus alleen die UV's. En met die kubus alleen die UV's. Maar ik kan ze wel tegelijkertijd exporteren door de UV's met rechtermuisknop te selecteren. En dan met image UV snapshot mijn op een PNG'tje zetten. Mijn UV's te exporteren naar Photoshop. Mocht dat iets te snel zijn gegaan, als je UV's wilt exporten, selecteer je de objecten die je wil exporten. Let op dat niet te veel overlapt, tenzij je dat bewust doet. Selecteer met rechtermuisknop UV's. Selecteer alles. Image. UV snapshot. En dan zijn de settings. Je zet de image format op PNG. Selecteert je resolutie, in mijn geval 2048. En ik vind het persoonlijk prettig om de kleurlijn op groen te zetten. Dan moet je nog neerzetten waar je hem natuurlijk wil opslaan. En dan druk je op Apply. En dan krijg je een PNG'tje met de lijntjes zoals ze hier in je UV staan. Zo, voor zover de kubus. We gaan over naar de cilinder. De cilinder, een standaard cilinder, heeft best een prima unwrap. In de vorm van, de zijkant is al mooi geunwrapped. En de bovenkanten zitten los. Dus die kan ik eventueel kleiner maken. En ervoor zorgen dat dit zo groot mogelijk wordt. Het trucje daarin is, je hebt hierboven een checker map. Die kun je aan en uit klikken. Dan zie je hem rechts en links. De truc is om allemaal vierkantjes te krijgen. Dan heb je hem optimaal benut. Dus je ziet hier dat ze wat rechthoekig zijn.
Dus de UV's zijn wat gestretched, want ze zijn uitgerekt. En ik kan hem groter scalen naar rechts, totdat ik tevreden ben met dit allemaal vierkantjes zijn. De truc is dat ik dit dus nu klein moet scalen, zodat het in mijn originele vlak past. En je ziet ook, als ik over het lijntje heen ga, dan zie je de checker maps weer erbij komen. En dat is precies wat we niet willen hebben. We willen in dat eerste vak blijven zitten. Dus ik scale hem dan zo groot als dat ik kan. Hou hem een klein beetje van de randjes af. En mijn cilinder heeft nu allemaal vierkantjes. De bovenkant ook. Alleen mogen die wel iets groter. Zodat ze matchen met de vierkantjes ongeveer op de zijkant. Kan nog wel een stukje. Plop. En die doen we hier erbij. Zet ik die weer even uit. Dus je ziet dat met een cilinder. Het probleem is dat je altijd veel ruimte overhoudt vanwege de cirkels. Het ligt eraan hoe gecompliceerd je model wordt natuurlijk. Maar er is bijna altijd wel plek bij een cilinder om er nog iets bij op die vries te steken. Stel voor, je denkt, hey, ik was nog helemaal niet klaar met modelen. En ik zeg, ik doe een extra edge loop toevoegen. In het midden. Want ik wou hem wat breder hebben. Je ziet dat de UV's blijven zoals ze zijn. Zelfs als ik nu zeg, ik doe een bevel op deze met like, 4 segmenten, want ik wil nog doormodelen. Het past zich redelijk goed aan. Echter, als ik dat zou doen op de rand wat wit is waar we een cut hebben, waar de dingen losgeknipt zijn. Om hier bevel op te doen, zeg 2-3 segmenten. Dan kan het zijn, nou in dit geval doet hij het nog redelijk goed. Dan kan het zijn dat hier misschien wat detail wegvalt en dat je hem opnieuw moet unwrappen. Maar in dit geval, zo te zien, kom ik er best prima mee weg. Dus wees ook niet te bang dat je eerst helemaal af moet modelen voordat je gaat unwrappen. Dit soort dingetjes kun je prima doen on the fly. Het is makkelijker soms om de basisvorm alvast te unwrappen en in de gaten te houden terwijl je aan het modelen bent. Gaan hier dingen raar omdat je bijvoorbeeld een gek extrude doet. Stel voor ik extrude dit dingetje. Ploep. Die zit hier nu compleet raar op deze faces. Die zitten, die overlappen. Maar dan kan ik dus inderdaad gewoon zeggen, oké, dit wil ik automatic unwrapped. Zie je hier het gat ontstaan en ik krijg hier de losse faces. En die schuif ik gewoon eventjes aan de kant. Plup, ik weet dat dit bij elkaar hoort. Dan kan ik eigenlijk dit zo selecteren en nog precies unwrappen zoals ik het wil. Dus bijvoorbeeld camera based. Dus het is ook helemaal niet erg om eerst stukjes af te bakenen op je UV's. Zodat je weet, oké, dit hoort bij dat uitsteekseltje. Dit is de bovenkant, dit wordt bij de ton. En dan vervolgens, oké, dit is sloppy, dit ga ik nu goed unwrappen. Dat is best een strategie om stukje voor stukje losse dingen te automatic unwrappen. En daarna samen één kant bijvoorbeeld van de ton of de bovenkant in een goede unwrap te doen. Oké, dus dat is zover de standaard cilinder. Nu hebben wij hier een cilinder. Hij is geëxtrude. Dus laten we hier even voor de beeldvorm een nieuwe cylindrical unwrap overheen doen, als herhaling. Daar doen we de rode gordijntjes dicht. En hij vult nu al heel mooi heel de plaat op. Dat is eigenlijk best prima, ik maak hem iets breder. We zijn best al een heel eind. De bovenkant en de onderkant doe ik automatic unwrappen, want die zijn gewoon rond en plat. Die waren nog niet gedaan. Die zet ik even hierboven daarnaast. Schuif ik dit even naar beneden. En in principe denk je, hey, ik ben klaar. Hij is cylindrical wrap. Druk ik op de checker map. Hij is hierboven wel wat stretched. Hier is hij redelijk goed. En hier is hij wat stretched. Dus ik kan zeggen. Zo, nu zijn ze ongeveer allemaal evenveel gestretched. Het probleem is dat we hier op de bovenkant ontzettende stretching hebben en op de onderkant ook. Hoe komt dat nou? We hebben dit recht geëxtrude, dus dit is in de front view plat. Dat betekent dat deze vlakken echt gewoon helemaal plat zijn. Dus als ik kijk in mijn UV's, dan is daar dus ook gewoon geen ruimte. Die liggen precies op elkaar. Dus deze edge ligt hier, maar die edge ligt er pal onder. Dus we moeten in de gaten houden dat als we dit soort dingen unwrappen,
Ik selecteer nu even deze rand, want dan heb ik die niet. Dat we die in de UV's dus wat naar beneden trekken. Zodat ook die faces hier bovenop, deze, en hier die eronder, dat die wat ruimte krijgen op de UV's. Dus je ziet nu, des te meer ik die scale, des te meer vierkantjes daar ontstaan. Natuurlijk is dat minder belangrijk dan de voorkant. Maar door ze in ieder geval iets van ruimte te geven, dan gaat de texture niet zo stretchen. En ook nu zou ik eventueel weer een edge bevel kunnen doen en dergelijke. Maar je ziet waar het naartoe gaat. Dus je moet even opletten als je dingen extrude hebt. Dat je goed oplet dat dit soort faces ook plek krijgen op de UV's. Anders gaat er gewoon heel veel detail en texture verloren. Nu is er natuurlijk nog een optie. Stel voor je wil een cylindrical unwrap doen. Zo. En wat als hij nou gedraaid is? Ik zal deze even hiden. Ik zou hem even ook opnieuw een cylindrical unwrap geven. Plop. Doe hem met mijn rode gordijntje dicht. Maar wat de hel is hij aan doen? Hij gaat niet mee met de cilinder shape. Eigenlijk moet die UV unwrap een kwartslag draaien. Dat kan. Die zit een klein beetje verstopt. Dus als ik die gordijntjes dicht heb gedaan, dan zie je dat hier dit rode kruisje eronder, het rode T'tje, verplaatst. Dus onthoud het als, het is een rood T'tje voor transform. Omdat het verplaatsen heet ook transform. Daar kun je op klikken. En dan krijg je hier je pivot. Om je pivot, je ziet hier net het lijntje, hij is nu geel. Kunnen we op klikken. En dan krijgen we een rotate functie. En dan kan ik hem dus een kwartslag draaien. Plop. En nu, als ik hem hier terug scale, kleiner scale, is hij dus wel goed unwrapped. Deze face hoort eigenlijk aan die kant te zitten. Dus hij lijnt net niet helemaal lekker uit. Laten we dat meteen zien hoe we dat kunnen fixen. Ik kan die edge selecteren. Dat is die. Laten we de face selecteren. Die kunnen we cutten. En dan kan ik die naar links brengen. Plop. En dan kunnen we deze twee edges kunnen we eventueel weer sewen. En dan is dat lijntje niet meer wit. Maar dan is die blauw. Dan zitten ze weer aan elkaar. Ik zie hier nog een gat, dan komt dat daar nog een face zit. Maar zo kun je hem eventueel handmatig fixen. Dus nu zie je dat hier die witte lijn zigzaggend loopt. Dus ook die zouden we eigenlijk moeten cutten. En dan de face selecteren, naar rechts slepen. En dan kunnen we die edge en die edge. Ik kan het hier niet zien, want het is plat. Dus ik selecteer het hier. Kunnen we die weer sewen. En nu hebben we netjes de naad doorlopen over het model. En dus hier ook. En dan zit hier geen gekke kleurtjes meer. Dus als ik nu die faces net als net hier ga scalen om plek te maken op de rand. Plop, dan blijft die hier ook mooi zitten. En dan loopt die heel braaf door van beneden naar boven. En zo fix je eigenlijk als die net andersom gemodeld is dan dat je verwacht had. Zover de cilinder. We hebben allemaal een vliegtuigje gemaakt in de 3D-periode. En dan denk je bij jezelf, hey, er zijn een kubus gemodeld en ik zie nu die standaard kubus unwrap. Hoe ga ik dit fixen? En vanuit dit punt is het super moeilijk om te zien van, oké, waar ga ik beginnen? Waar moet ik heen? Ik denk dat dat ook wel echt oprecht het moeilijkste is aan unwrap. Zien waar je moet beginnen, in hemelsnaam. Maar onthoud dat als je gaat unwrappen, dat je eigenlijk elke poly mooi een layout wil hebben. Zodat je mooi kan gaan texturen. Dus in dit geval, de right view is het meest herkenbaar als het vliegtuigje. UV, camera based. Plop. En nu scale ik hem iets bij. En ik heb basically mijn vliegtuigje al geunwrapped. Het overlapt en deze polys hebben geen UV space. Maar in principe, als je er helemaal niet uitkomt, zou je het zo al kunnen fixen. Misschien helpt dit wel met inzien, oké, dit is mijn hele zijkant. Ik kan dit unwrappen. En hoe doe ik dat dan? Je kan automatic proberen. Het mooiste is, ik weet vanuit mijn right view, kan ik UV camera based doen. Moet ik wel weer even terugstretchen.
Ik kan met de checkers natuurlijk controleren of het mooi vierkant is. Ik moet scalen, niet moven. Plop. Ongeveer vierkant. Zet ik hem uit. Dus dit is één kant. Nu weet ik dat ik aan de andere kant natuurlijk exact dezelfde shape heb. Dus ook deze kan ik UV camera base doen. En ik weet dat die bijna identiek moet zijn aan de andere kant. Dus ik kan hem gewoon daar even op eyeballen. Plop. Ongeveer even groot. Kan nog iets langer stretchen. Daar komt redelijk overheen. Nu kan ik twee dingen doen. Ik kan ervoor kiezen om alles zijn eigen space te geven. Of ik kan ervoor kiezen om het te overlappen zodat ik maar één kant hoef te tekenen. Dus als het symmetrisch is en allebei de kanten dezelfde tekst heeft, mag je ze over elkaar inleggen. Hou wel rekening, ga je substance in, dan werkt dit zo niet. Dan moeten ze hun eigen space hebben. Cool, dan gaan we hetzelfde doen met de boven- en de onderkant. En ik weet dat die faces niet aan elkaar vastzitten. Want je hebt deze op de achterkant die het ontbreekt en die op de voorkant. Dus ik kan dit in één keer doen. Plop. Dan denk je, maar Jamie, zitten ze nu niet aan elkaar? Nee. Als ik de bovenkant hier dubbelklik om hem te selecteren, kan ik hem er zo afhalen, want ze zaten niet aan elkaar vast. Dus ik kan nu dit hier neerzetten en dan heb ik een bovenkant en een onderkant. Dit zijn mijn zijkanten, misschien een stukje kleiner. Plop. Zo. Dan selecteer ik wat ik al unwrapped heb. En dan kan ik heel makkelijk de selectie omkeren met shift ingedrukt houden en selecteren. Dan doe je de selectie omkeren. Plop. Dus nu heb ik alles wat nog niet unwrapped is. Dus dat zijn de vleugels voor, achterkant en de staartvin. Dus die schuif ik even aan de kant. Dus dit zijn losse faces, zo te zien. Voorkant, achterkant, UV, automatic. Want waarom zou ik moeilijk doen als het makkelijk kan? Nou, dan leg ik gewoon even daar neer. Voorkant kan een stukje groter, achterkant prima, zit me niet in de weg. Staartvin. Ook deze kan ik uit de side view doen, camera based. Klaar. Ik weet dat ik een linker en een rechterkant heb. Dus ik ga hem even roteren. Nu kan ik dus op twee manieren kan ik hem los doen. Ik kan weer de andere kant selecteren en dan weer camera based doen. Maar ik kan dus ook gewoon zeggen, ik selecteer die face aan de andere kant. Cut. Cool. En dan kan ik hem daar selecteren. En dan zit hij al los. En wat blijft er dan over? Deze drie. Ik probeer het gewoon met automatic. Gok erop dat dat lukt. Huppakee. Dus dat is de staartvin. Dat zet ik heel even aan de kant. En dan heb ik alleen de twee vleugels nog. In dit geval is de top view het makkelijkst. Camera based. Zo, ik weet dat ik nog een onderkant krijg, dus dat ik ze eigenlijk hier in de breedte moet laten passen. Zo, dan doe ik in dit geval allebei de onderkant selecteren, doe ik weer cut. En dan kan ik ze verplaatsen. Ze zijn nog iets groot. Plop. En dan heb ik de achterkant van de vleugels. Cut, voorkant van de vleugels, cut, en dan kan ik ook die hier afslepen. Alleen zitten die dus nu nog dubbel, dus die doe ik even in de front view, camera based, zo, voorkanten, achterkanten, zo. Dan resteert mijn zijflapje. Die kan ik weer met automatic doen. Hoppakee. En die kunnen zo klein geskild worden, want zo klein is de rest van de vleugel ook unwrapped. Nu heb ik alle onderdelen van het vliegtuigje te pakken. Met automatic unwrap en camera based. En nu is de kwestie van, mooi zou zijn als ik dit helemaal mooi hierin krijg. En als ik iemand anders die UV zou geven, dat ze kunnen zien, oké, dat is de bovenkant, dat is de onderkant, dat is weet ik veel wat. Dus eens even kijken of we zover komen. Dus we hebben allemaal wat transform tools.
En dan gaan we kijken of we ze op het vak kunnen krijgen. En dit noemen we packing. Dit is de rechterkant. Zullen we die eens even roteren. En even flippen. Plop. Zo. Deze hoeven niet te flippen, want die ligt al goed om. Nu kan ik dus zien dat ik mijn bovenkant en mijn onderkant iets groter moet scalen ten opzichte van de zijkant. Want deze face overlap sluit niet echt aan. Zo. En dan ga ik even dit aan de kant halen. Zo. En dan begin ik hiermee. Dit is misschien nu niet helemaal optimaal. Maar dit kan je wel even laten zien wat ik bedoel met een overzichtelijke UV maken. Dus we hebben hier de voorkant. We hebben hier de achterkant. Die boeit ons niet zozeer. Die zetten we hier even in het gat. Dan hebben we de linkervleugel. Die doen we dan hier. Zo, de rechtervleugel. Zo, dan hebben we hier nog een stuk staart. En dan hier nog twee stukjes staart. Nu zie je dus dat ik daar niet heel veel ruimte voor over heb. Dus die zet ik hier even onder elkaar. Dus ook hier heb ik wel nog heel veel ruimte over. Maar het is redelijk duidelijk wat het zou moeten zijn. Ik zou nog iets netter kunnen doen door dit, die kant op te doen. En ik denk dat de meeste mensen nu wel zou moeten kunnen achterhalen wat elk onderdeel is. Zonder dat die 300 keer in Maya hoeft te kijken wat het ook alweer is. Dus de vleugels kan ik groter maken. Want er is ruimte voor over. En hetzelfde geldt voor dit. Die niet. Zo en zo. En dan dit meescalen natuurlijk met de rest van de vleugels iets groter. Zo. Past precies. En dan heb ik nog ruimte over ook. Dit is basically hoe je een wat gecompliceerdere model kan packen. Dus ik kan nu zien, hey, dit is de bovenkant, onderkant, vleugels en zijkanten. Je kan zelfs nog één stap verder gaan met dit. Ik zal even spieken bij de texture map. Het is redelijk vierkant allemaal. Nou, alleen de onderkant is wat stretch, maar dat is minder belangrijk. Ook allemaal ongeveer even groot. Zo kun je controle doen. Er is nog één stap verder wat je kan doen. Die zal ik even kort laten zien. Is deze edge. Bloep. Die zitten hier heel dicht bij elkaar. En dat sluit natuurlijk aan. Dus als ik hier overheen teken, dan wil ik natuurlijk dat het mooi doorloopt. Het mooiste is als dus die lijnen helemaal aan elkaar aansluiten. Je kan met rechtermuisknop UV doen. En dan kun je ze verplaatsen natuurlijk handmatig. Met V ingedrukt houden, die zit hier boven het magneetje aangaan, kan ik hem snappen op een andere. Dus als ik zo deze lijnen helemaal aan elkaar vast zou leggen, moet je heel erg opletten dat je niet gaat stretchen met de UV's, want waarschijnlijk gaat dit nu stretchen als een malle. Zie je, het is niet meer zo mooi. Maar in principe, als ik het zo heel mooi aan elkaar zou hebben, dan zou ik dus helemaal in één lijn kunnen doortekenen. Past het, sluit het precies aan. Dus voor de staart is dat misschien niet zo belangrijk. Maar als hier bijvoorbeeld een cockpit zou zitten die je gaat tekenen. Of een tekening eroverheen legt of zo. Dan is het soms wel handig om die dingetjes aan elkaar te doen. Of in ieder geval op zijn minst ze aan elkaar uit te lijnen. Dat kun je doen door ze te scalen naar het midden toe. Dan lijnen ze uit. Dus nu is dit evenveel als dat. Als je hier doortekent nu, dan loopt het ook mooi door. Voor zover het vliegtuigje. Dan hebben we een barrel. En een barrel lijkt eigenlijk best wel wat we net met de cilinder hebben gedaan. Die heeft wat extrudes, die heeft wat insets. En het is algeheel een cilinder shape. Dus ook hier, cylindrical, gordijntjes dicht. En basically zijn we zo van klaar. Check even met de checker map. Ze zijn redelijk stretched. Het wordt zoiets. Okay. Zo. Het ding is dat ik nu goed moet checken of deze polys hebben die plek op de UV's. Zo te zien niet. En de bovenkant natuurlijk is niet goed unwrapped. Dus hoe kan ik dit nu fixen? Ik kan het op twee manieren doen.
De eerste manier is de bovenkant te selecteren. Zo, ik heb hier alles in. Naar mijn top view gaan. UV, camera based. En ik heb de bovenkant. Dan kan ik datzelfde met de onderkant doen. Zo, weer naar top view, create camera based en kleiner maken. Het enige wat mij nu nog resteert is om te checken of al die bevels en extrudes die ik heb gemaakt, of ze niet overlappen. Dus dat betekent bijvoorbeeld hier bovenop, die iets kleiner maken. Zie je, die zaten dubbel. Hebben ze iets aan texture space. Kan ik die edge selecteren en die ook iets kleiner maken, heeft die ook iets meer ruimte. Ga ik naar die toe. Die kan ook iets omhoog. Je zag dat die dubbel zat. Iets omlaag is daar ook wat ruimte voor. Die iets omhoog. Iets omlaag. Het verschil is natuurlijk dat jullie de checker map nodig gaan hebben. Om te zien dat dat misschien niet helemaal stretcht. Dit kost wat inzicht. Ik weet uit ervaring dat ik weet dat dit geen UV space heeft. En dat ze over elkaar heen zitten. En dat ik ze daarom uit elkaar trek. Dus als je dat in het begin nog niet helemaal door hebt of ziet. Is dat helemaal niet erg. Maar zorg ervoor dat je, als je vooral foutjes ziet in je texture, dat je op die manier goed nakijkt of de edge loops dubbel zitten of niet. Dus nu zie je, hey, hij is mooi unwrapped. En als ik dus op de barrel klik, ik zou even UV selecteren, heeft hij dus heel mooi een naad gemaakt en hier langs. Maar, stel voor ik wil die extrude metaal maken en de barrel hout, is het natuurlijk niet zo handig dat dat één groot vlak is. Dus wat ik kan doen is deze lijnen selecteren rondom het metaal. Plup. Doe de bovenste ook even gauw. En dan hierboven in de tools te cutten. En dan kan ik zeggen, hey, ik sleep de metaal even aan de kant. Dit is al mijn hout. Plup. Zo. En dan is dit al mijn metaal. Dat mag. En ook in dit geval zou je ze eventueel dus over elkaar heen kunnen leggen. Als je weet dat het allemaal dezelfde metaal wordt. Als ik ze over elkaar heen leg, zou ik dus in principe maar één keer het metaal hoeven tekenen. En hier één keer een setje planken. Het mooiste is natuurlijk als alles zijn eigen texture krijgt. En dat je dus drie stukjes metaal tekent. Maar voor optimalisatie zou je hem eventueel over elkaar heen kunnen leggen. Dat is methode 1. Ik heb een unwrapped barrel. Methode 2 is dus dat je, hij heeft al een lijn hierboven, vind ik eigenlijk best prima. Dat is het mooie van de cilindervorm beginnen. Dat ik hier de edges meteen selecteer. En die cylindrical unwrap dus oversla. En op cut druk. Vervolgens selecteer ik alle faces en druk ik op unfold. Dit kan een techniek zijn. Straighten UV's. Oh, dan gaat hij hard. Je kan dit helemaal fixen met de Unfold Tool, Optimize Tool. Je kan ze relaxen en recht leggen. Het enige probleem is, dit kan zo ook. Alleen bij deze shape krijg je allemaal rare curves. En krijg je een hele moeilijke UV mee te werken. Dus dit vind ik minder prettig dan, om heel eerlijk te zijn, dan de handmatige methode. Maar als je snel results nodig wil hebben, kan dit een methode zijn om het te fixen. Ik zou hier nog een cut kunnen maken om ervoor te zorgen dat het nog een keer kan relaxen. Cut, face, unfold, optimize. Maar je ziet, ik wil dan niet zo heel veel aan fixen op deze manier. Ja, dit, als je dat gaat vergelijken met onze eerste barrel. Dit is strak en leesbaar. Hier wordt één grote puzzel. Dus ik stel vooral voor, probeer zoveel mogelijk gecontroleerd handmatig te unwrappen. Dan resteert ons nog maar één dingetje. En dat is al deze technieken bij elkaar te gooien om te kijken hoe we dit schild kunnen unwrappen. Het heeft een cilinder met een rare hoek. Het heeft een strap aan de achterkant, een rare shape.
En hier kun je al zien hoe ik hem had unwrapped in eerste instantie. Dit was een vlugge unwrap en ik heb nog ruimte genoeg over. Dus hoe zou ik dit fixen? Nou, ik begin in alle tijden met een camera-based unwrap. Want dat helpt om te zien wat het is. Ik weet dat ik dit los heb gemodeld, dus dat schuif ik even aan de kant. Ik kan aan de witte lijntjes zien dat ook dit los gemodeld is en niet uit één model bestaat. Hetzelfde geldt hier voor de Triforce. Dus die kan ik alvast pakken. De Triforce is misschien de makkelijkste shape. Het is gewoon een triangle. Ik heb hem hier helemaal liggen. Ik heb hier dus detail ingemodeld. Dat je ziet dat ik hier een insetje heb. Een lijntje aan de binnenkant. Met wat extra detail. Dus zoals ik hem nu heb. Heeft niet elke poly heeft space. Ik weet dat de witte lijn de rand is van de mesh. Dus als ik hier naar binnen kijk, dat is de rand van de driehoek. Hij heeft geen achterkant, de poly, want die zien we niet. Dus die scale ik alvast wat groter. Plup. Dan ga ik even kijken naar de model. En is dit de eerste volgende lijn. Die gaat ook helemaal rond. Dubbelklik om te selecteren. Die scale ik ook wat groter. Dit is nu mijn eerste rand. Dit is nu mijn tweede rand. Oké, dan gaan we door. Volgende edge. Klopt dit? Nee, dit is de bovenste. Deze face, die rondgaat, moet ook zijn ruimte krijgen. Dus die is die. Die platte is dat. Dat betekent dat deze helemaal tot daar mag. En dan, als mijn camera mee wil werken, kan deze ook kleiner. En dit is soms heel moeilijk om te zien waar je ongeveer zit op je UV's. En je ziet dus hier, ik heb iets binnenste buiten. Want hier gaat die dwars door elkaar heen. Die hoort groter te zijn dan deze. Dus als ik hem groter scale, zie je hem daar helemaal door elkaar heen steken. En als hij goed zit, loopt die lijn vloeiend door. Dus nu heb ik alles echt super handmatig de edges geselecteerd. Om ze groter en kleiner te scalen, zodat alles plek heeft op de UV's. En dit is de meest hands-on manier waarop je kan unwrappen. En het mooiste zou natuurlijk zijn als deze lijn recht loopt. En die ook, en die ook. Dus deze zo dusdanig te scalen totdat alles mooi recht doorloopt. Ik zie dat er nog zelfs wat dubbel zit aan die kant. Zo, ploep, die hoort daar. Dus dat is één Triforce. Nou, dan heb ik natuurlijk echt absoluut geen zin om dat met nog twee andere te doen. Maar helaas is dat wel wat er gebeurt met unwrappen. Als je niet eerst unwrapt en daarna hem dupliceert, dan moet je ze alle drie los unwrappen. Dit, wat ik net deed, is super moeilijk te zien als je nog niet familiar bent met de UV's. Dus kijk niet gek op als je denkt van, ja, hallo, dat komt vanzelf. Als ik kijk naar mijn inlays van de sikkels, ik zou even deze opzij schuiven. Plup. Dan zie ik dat hier die buitenlijn, dus dit stukje, die witte, dat die daar dubbel zit. Dus in principe, de rest heeft allemaal zijn eigen space, lijkt het wel. Dus ik hoef alleen dit stukje te fixen. Dat kan ook met de UV's los. En heeft alles zijn eigen space. En nu zie je dus ook dat ik dusdanig slordig heb gemodeld. Dat hier een gat zit in de mesh. Omdat daar een witte lijn zit. Dus gebeuren hier dingen anders dan dat je je voorstelt. Of dan dat je had bedacht. Dan kan het zijn dat je een foutje hebt gemaakt in je mesh. Zo. Dus die is eigenlijk ook zo wel oké. Ik zou even deze twee aan de kant zetten. Dus die twee hebben we unwrapped. Dan gaan we naar de strap aan de achterkant. En basically ga ik daar ook gewoon, hij is camera unwrapped. En de binnenkant boeit me eigenlijk niet zo heel veel. Dus ik vind wel dat hij mag overlappen. Dus ik laat hem gewoon zo. Wil je hem dus inderdaad twee losse kanten hebben. Selecteer ik hier nu de edge loop in het midden. Druk ik cut. Kan ik de face selecteren en daarna slepen. Moet ik alleen even controleren dat inderdaad alles
genoeg space heeft. Zo, iets meer plek. Zo. Dat is dat. Zo simpel kan het zijn. Handvat daarentegen is wel echt lelijk. Er is niet echt een heel fantastische manier om dat te doen. Dus het mooiste is gewoon, hè, hier gaat het van metaal naar leer. Dus daar ga ik hoe dan ook cuts maken. En dat heeft ervoor gezorgd nu dat ik het midden kan pakken van het leer. En dit is nu gewoon een cilindervorm. Ik hoef me nog niet druk te maken over die angle. Dus ik kan nu dit gewoon cylindrical unwrappen. Even goed kijken dat ik de goede kant op ga. Deze kant op, gordijntje dicht. En ik kan dit nu scalen. En dit is nu mijn leren handvat. Hoppakee, die is mooi cylindrical unwrap. Het mooiste zou natuurlijk zijn als die naad aan de achterkant zit. Hoe doe ik dat? Cylindrical, gordijntje dicht. Selecteer het T van het transformpje, het rode eronder. Ga hem roteren en draai hem naar de achterkant. Je ziet in je 3D-poort, real-time, het naadje wit worden waar die UV-seam zit. Dus nu zit hij braaf aan de achterkant. En dan kun je hem nooit zien. En dan hebben we hier aan de voorkant mooi de UV's zitten. Nou, deze shapes. Ook hier kunnen we onszelf iets makkelijker maken door daar en daar een cut te maken. Zo. En dan kunnen we de bovenste selecteren. UV's, cylindrical. Gordijntjes dicht. T'tje roteren 90 graden. En zorgen dat de naad aan de onderkant zit. Nu is het één poly. Het is een beetje wiggly aan de zijkant. Dit is redelijk recht. Dat is één. En dan hebben we ook nog de onderkant. Plop. Dat is niet het goede. Die. UV. Cylindrical. Gordijntje dicht. T'tje. Roteren. Over de rode as. Totdat hij daar een beetje recht lijkt te gaan. Heb ik hem zo scheef gemodeld? Vast wel. En scalen die op. Zo. Denk je nou, hey, ik wil dit recht hebben, want autisme. Is dit ding van, er is een tool voor UV's. Selecteer heel die lijn. En je hebt bij Align and Snap, want we willen het allemaal zo recht mogelijk hebben natuurlijk. Kun je met deze align functies kun je hem uitlijnen. Dus je ziet hier het witte lijntje. Daarna snapt hij toe. Dus naar boven of naar beneden. Of het midden ervan. Dus je kan hier gewoon up, die lijn selecteren. Align maar naar beneden. Hetzelfde geldt voor dit. Met G herhaal je hem. Align maar naar beneden. Je kan ook shift, dubbelklik pakken. Dan heb je ook een hele lijn. Align maar naar beneden. Up, hetzelfde geldt voor dit. Align maar naar beneden. Kan die er nog bij steken. Ploep. Nu mis ik hier alleen eentje. Geen. Cool. Nu is je recht. En zo unwrap je dit soort dingetjes. Blijven deze twee kringen over. Die zijn natuurlijk heel vervelend. Omdat ze in de bocht lopen. En ja. Ook hier is je cylindrical unwrap wellicht je beste vriend. Gordijntje dicht. T'tje roteren. Roteren met kwartslag. En roteren om 180 graden dat de naad aan de achterkant zit. En ja, whatever hier gebeurt. It ain't pretty. Maar het zou unwrapped zijn. Dus even scalen. En soms is het ook gewoon helemaal niet erg om het gewoon even op te doen op de manier zoals dat is. Ik zie dus hier nu die witte lijn overlopen. Nou, die hoort daar ergens terecht. Hij zit gewoon dubbel gevouwen. Dit kunnen we zo fixen. Het lijkt wel of hij een hele poly heeft gemist hier. Zie je dat? Dus dan zit hier gewoon een heel gat. En al deze zooi, die zien we toch niet zo goed. Dus die kan ik... Ja, dat boeit me niet zo heel veel op die manier eigenlijk, zeg maar. Dus ja, als ik denk dat dit toch metaal wordt, dan kan ik hem zo laten. Hetzelfde geldt voor de onderkant natuurlijk. Wat resteert mij? Het schild zelf. Dus laat ik dit even allemaal aan de kant schuiven. Dus laten we dat ook nog maar doen. In principe is deze lekker simpel.
Hij heeft gewoon een voor- en een achterkant. En ja, dus die kunnen we gewoon uit elkaar trekken. Ik weet dat, zeg maar, deze faces aan de binnenkant, die worden een houttextuur. Vanaf daar komt de metalen rand helemaal tot aan deze kant. En het hele platte vlak wordt blauw metaal. Dus zelfs als je zou willen, zou je al die elementen die een ander materiaal gaan krijgen, dus in dit geval hout metaal en dat blauwe metaal, zou je los van elkaar kunnen trekken, zodat je ze kan groeperen voor je wrap. En dat je ze makkelijk kan vinden. Dus bijvoorbeeld aan de binnenkant, zal ik dat even voordoen. Ik heb nu die lijn in één keer geselecteerd. Cut. En dan selecteer ik de faces van de achterkant. Zo. Zit er wat straks allemaal hout. Dat heb ik nu losgetrokken. Dat is al goed. Dan hebben we onze rand. Die gaat de hoek om. Dus het is wel handig om daar ook even een cut te doen. Bloop. Face. Is de voorkant. Dus dit is onze rand. Misschien komen we er weg om hem zo te houden. Deze shape is natuurlijk super onhandig op je UV's. Dus ik ga in de hoeken cuts maken, zodat ik hem uit elkaar kan halen en hem optimaler op de sheet kan leggen. Dus ik doe deze op die lijntjes cutten. Dan kan ik met een dubbelklik 1, 2, 3 en 4. Zo, flip. En dan kan ik ze heel dicht bij elkaar leggen en neem ze veel minder plek in beslag. Hetzelfde geldt voor deze. Flip. Bam. Zo. En dan zit het rand van mijn schild. Sterker nog, als ik die nog een keer terugflip, dan kan ik die er zelfs hieronder leggen. Dan nemen ze nog minder plek in beslag. En dat is de truc. Ja, dan hebben we natuurlijk de voorkeur van het schild. Ja, dan kunnen we zeggen, we gaan nog heel veel moeite doen om hem te wrappen. Maar misschien willen we juist dit wel intact houden om hem zo goed mogelijk uniek te kunnen tekenen. Dus je ziet nu ook, als ik die UV's moet gaan packen, dat je automatisch al plekken krijgt waar je ziet waar je dingen neer kan leggen voor de rand en voor het schild. En als ik dit nu al zo bij elkaar leg, heb ik zoveel meer ruimte over om dit groot te scalen. Kan ik dit veel mooier tekenen. Zo. Dit is hout. Dat maakt me niet zoveel uit aan de achterkant. Die maak ik gewoon maar kleiner. Boeien. We zien alleen de voorkant in dit geval. En dan kan ik langzaamaan al die andere dingen erbij halen. Totdat ik tevreden ben hoe het op elkaar ligt. Dus dit is nu misschien wel heel erg groot. But you get the gist of it. Het is één grote puzzel. En je ziet ook dat deze video best al lang aan het worden is. Het is ook heel veel handwerk. But that's just what it is. UV unwrappen is zo handmatig werk. Waar je zoveel efficiëntie mee kan winnen voor je game. Dat je er ook echt zoveel tijd aan moet besteden. Ik zeg altijd, als je een uur aan het modelen bent, ben je waarschijnlijk ook een uur aan het wrappen. En des te beter dat je wordt, des te sneller je hierin wordt. En des te sneller je een resultaat haalt in je UV's. Dus kijk niet gek op als je een hele dag hebt lopen modelen, dat je de dag erna niet in één dag klaar bent met UV's soms. Er zijn wat shortcuts die je kan doen. Is bijvoorbeeld als je iets gaat modelen. Dus ik zou zeggen, stel voor we maken een pier. Ik zou hem even de donkere material geven. Zo. Stel voor we gaan een pier maken. En dat ga ik van losse planken doen, want het kan. Ik doe nu een automatic unwrap op de plank. Nee, niet mee eens. Ik doe nu een camera-based. Kom. Automatic, mag dat ook? Nee, dan wordt die vierkant camera-based. En dan, dit is mijn plank. Zo. Dan doe ik de bovenkant loscutten. Zo, dat is wat ik ze loshaal. En de onderkant doe ik cutten, dat ik die ook loshaal. Dus ik unwrap mijn plank. Dan heb ik dit, dat doen we automatic. Plop. Nou. Hij wil niet netjes. Zo, die zijn lang. Nou, weet je wat? Als die unwrap niet meewerkt, dan doe ik hem gewoon camera based.
Dat werkt altijd. Nou, dit zijn allebei de zijkanten. Die zijn natuurlijk net zo lang als de plank. Eén zijkant, twee zijkant. En mijn bovenkanten. Dus in dit geval heb ik mijn plank al unwrapped. En dat ik even die 2 minuten heb gedaan om deze alvast te unwrappen. Zelfs wanneer ik nu Edit Mesh Bevel doe. Plop, dan gaat hij eigenlijk best wel prima mee met de UV's. Ik klaag niet, laat ik het zo zeggen. Is omdat ik hem nu al een wrap heb. Ik zou hem even softenen. Is, nu kan ik dus een hele pier maken. Dus zo. Stel voor, dit wordt mijn pier. En het mooie is, elke plank heeft al UV's. Sterker nog, het zijn exact dezelfde UV's. Dus als ik nu één plank texture heb op mijn sheet, dan kan ik hem gewoon hier tekenen. En dan hebben al mijn planken meteen exact dezelfde UV's. Dus die allemaal. Alle 16 planken hebben exact dezelfde UV's. En dat scheelt een hele hoop werk. Dus in het geval van meerdere props maken die je gaat hergebruiken. Dus als je een huis gaat bouwen, of stoeptegels, of inderdaad zoiets als een pier, of een houten balk voor een lantaarnpaal en een bordje. Dan is het soms super slim om alvast te unwrappen en dan na in elkaar te steken. Want als ik nu zeg van oké, in plaats van een pier, deze plank wil ik gebruiken voor een, weet ik veel, voor een wigwam. Is dat een ding? Dan kan ik die unwrapped planken al gebruiken. En hoef ik dus niet nog een keer opnieuw te unwrappen. Want ik heb die plank al klaarstaan. En ik kan hier ook whatever mee maken wat ik wil. En ja, weet je, die unwrap staat. Het mooie daarvan is, dan gebruiken ze ook allemaal dezelfde texture ook nog. En dan zo, hoppakee, een ramp of zo. En dan hoef ik maar één keer te unwrappen en dan ben ik basically klaar voor heel dit object. En al deze planken hebben dezelfde space. En dat is één van de grote trucken die je kan doen om wat makkelijker met de unwraps om te gaan. Dus na dit ontzettend lange lulverhaal hoop ik dat jullie een beter idee hebben gekregen van hoe de unwrap tools werken. Dus mijn laatste tips die ik mee kan geven is, kijk altijd naar de shape die je object heeft. Is het een cilinder? Is het een sfeer? Is het plat? Kan ik hem makkelijker vanuit een camera angle unwrappen, omdat ik een clear view heb over wat het gaat worden? En gebruik de unwrap die daarvan nodig is. Het hoeft niet in één keer geunwrapped te worden. Je kan ook poly voor poly unwrappen en dan een klein stukje samen selecteren en die weer unwrappen. Je kan het zelf zo langzaam en zorgvuldig doen als dat je wil. Zorg er in ieder geval voor dat je dit vak zoveel mogelijk benut en echt zo weinig mogelijk ruimte overlaat. Denk goed na of je ze kan overlappen of dat je juist alles uniek wil texturen. En zorg er gewoon voor dat alles hier clean en leesbaar is voor als je gaat texturen. Dat je in één oogopslag kan zien, ah, dit is de plank, dus dit is de boven- de onderkant, dit is de zijkant en dit is de voor- en achterkant. En vooral voor later, als je met andere mensen gaat werken, dat je dat ook doet. Extra tip is natuurlijk om alles namen netjes te blijven geven, zodat je als je dadelijk ook Unity ingaat, ook niet lang hoeft te zoeken. Dus voor zover het verhaal. En heel veel succes met het unwrap in de toekomst. En heel veel plezier in het modelen. En dan zie ik jullie in de volgende.